Mijn naam is Arjan de Loof. Ik heb de presentatie samen met Robert het Hart van Deltares voorbereid. Het heet een workshop vandaag, dus we gaan bij dit onderdeel ook aan de slag met z'n allen. Ik wil nu eerst een korte presentatie geven over golfklap, iets over het principe en met name ook over de onderdelen die nieuw zijn ten opzichte van de vorige versie. Vervolgens is de bedoeling dat we met z'n allen naar de twee klaslokalen toe gaan die hier bij Deltares zijn. En dat iedereen achter een computer kruipt om zelf even te ervaren wat het programma nu wat het is en wat het kan. Om daar een klein beetje gevoel voor te krijgen. De inhoud van mijn presentatie. Ik wil iets vertellen over het toepassingsgebied van Golfklap. De status van het programma. En vervolgens iets dieper ingaan op het principe van Golfklap. Met name de minusom, wat dat nu eigenlijk betekent. Hoe we nu komen van de realiteit tot schematisatie, tot het model. Iets vertellen over het bepalen van constructie-eigenschappen en waarom we Golfklap hebben ontwikkeld, waarom we een computermodel nodig hadden. Het toepassingsgebied. We bepalen met Golfklap de stabiliteit van een asfaltplaatbekleding voor het weerstaan van golfklappen. Je kunt er zowel mee toetsen als ontwerpen. En waar het niet voor bedoeld is, is bijvoorbeeld voor het toetsen van een asfaltbekleding op wateroverdrukken. Maar ook niet voor het toetsen of ontwerpen op grondmechanische valmechanismen zoals bijvoorbeeld afschuiving en verweking. De status van het programma. Golfklap 1.3 is onderdeel van het WTI, het wettelijk toetsinstrumentarium. En het wordt dus ook binnen het toetsen op veiligheid gebruikt. Het is voor iedereen gratis te downloaden via de website van de Helpdesk Water. Dan iets over het principe van Golfklap. Waar draait het nu eigenlijk allemaal om? Met Golfklap bereken je een minusom. En een minusom, dat kun je zien als een schadegetal. Elke belasting, elke golfklap die dus op een asfaltbekleding terechtkomt, die brengt een beetje schade toe aan een asfaltbekleding. Dat is in de formule is dat in feite de kleine i. Daarnaast hebben we de sterkte van de bekleding, de kleine n. Daarnaast hebben we de grote n. Dat is de sterkte van het materiaal. En het aantal belastingen wat optreedt mag nooit groter zijn dan het aantal belastingen wat de bekleding kan hebben. Dus in feite, als er een minusom wordt berekend die groter is dan 1, groter of gelijk aan 1, dan bezwijkt die bekleding. Iets over de belastingsschematisatie. We hebben dus een asfaltbekleding, een plaatbekleding. Die wordt belast door golven, door een golfklap. Dat schematiseren wij als een driehoekige belasting. Met een bepaalde breedte en een bepaalde maximale piekdruk. Een dergelijke golfklap die veroorzaakt doorbuiging van de plaat. En ten gevolge van die doorbuiging ontstaan er trekspanningen in de bekleding. Dat modelleren we eigenlijk als volgt. We willen de sterkte van het materiaal, die willen we toetsen aan de optredende spanningen ten gevolge van golfklappen. Wat moeten we dan weten van de constructie? In eerste instantie moeten we de elasticiteitsmodulus van het asfalt weten. Daarnaast de laagdikte van het asfalt, de beddingsconstante van de ondergrond. En de beddingsconstante is een soort veerconstante, zo kun je dat ook voorstellen. Dus hoe hoger die beddingsconstante, hoe stijver die veer eigenlijk reageert. En daarnaast hebben we informatie nodig over de golfbelasting zelf. Als we dat allemaal hebben, dan kunnen we de optredende spanningen in het asfalt berekenen met de formules die hieronder staan. Die zitten dus ook in golfklap verwerkt. Dan iets over hoe we aan die eigenschappen komen. Zoals ik al zei, we hebben dus de stijfheid van de elasticiteitsmodulus van de asfaltbekleding nodig. En daarnaast de beddingsconstante. Daarvoor gebruiken we de valgewicht deflectiemeter. Waarmee je eigenlijk een groot aantal metingen op een dag kunt doen. Dus je een heel goed inzicht krijgt in ook de verdeling van die eigenschappen over een heel dijkvak. En als we de laagdikte nodig hebben, dan gebruiken we normaal gesproken grondradar.
Die laagdrukte hebben we trouwens ook nodig om vervolgens de elasticiteitsmodulus van de plaat te kunnen terugrekenen. Naast die eigenschappen moeten we ook iets weten over de sterkte van het materiaal zelf. En wat we bepalen tegenwoordig, dat zijn de breuksterkte en de vermoeiingseigenschappen. De breuksterkte moet je voorstellen, dat is gewoon de sterkte van het materiaal bij één lasterhaling. Dus je belast in feite een balkje, zoals ook daar rechts onderin te zien is, met een constante snelheid totdat hij breekt. En vermoeiingseigenschappen, die krijg je dus door het uitvoeren van vermoeiingsproeven, waarbij je een bepaald belastingniveau oplegt. En de belasting is sinusvormig en je gaat net zo lang door met belasten totdat het materiaal breekt. Dus dan is het resultaat bijvoorbeeld dat een balkje 15.000 keer een spanning heeft ondergaan van 1 megapascal. En als het gaat om die vermoeiingsproeven, dan was dit eigenlijk de klassieke manier om de vermoeiingssterkte weer te geven. Dit is een vermoeiingslijn waarbij op de x-as de opgelegde spanning staat en de y-as het aantal lasterhalingen waarbij het materiaal bezweken is. We veronderstellen dus op log-log-schaal, beide assen zijn op log-schaal, een lineair verband. En als je ook de resultaten van deze proeven ziet, dan is dat best plausibel, eerlijk gezegd. Toch was dat niet helemaal goed. Want als we de breuksterkte van hetzelfde materiaal gaan bepalen, dan zie je dat die kun je dus in feite op de x-as neerleggen, dat die niet meer op de lijn liggen. Dus in de afgelopen jaren is er een model ontwikkeld wat rekening houdt met die breuksterktes. En dat ziet er dan zo'n beetje zo uit. Dus we zijn in de afgelopen periode overgegaan van een lineair verband naar een curve. En dat was ook een van de redenen waarom golfklap in de afgelopen periode moest worden aangepast. Hoe gaan we daarmee om? We bepalen van de breuksterktes een karakteristieke ondergrens, een 5% ondergrens. En dat is het punt waar de vermoeiingslijn de x-as raakt. Dan nu nog even een voorbeeldje om terug te komen op die regel van Miner. Zoals we al zeiden, elke belasting die brengt schade toe aan aan de bekleding. En van elke golf moet je dus nagaan wat de bijdrage is aan de Miner-som. Als we nu één belasting hebben met een spanning van 2,5 megapascal, dat is de log daarvan is ongeveer 0,4. Dan kunnen we zien dat er zo ongeveer 1000 belastingen kunnen optreden voordat het materiaal bezwijkt. Als we hem toetsen aan de karakteristieke lijn. Dus dat betekent dat als die golf één keer voorkomt, dat zijn bijdrage 1000ste is aan de Miner-som. Het principe is simpel. Waarom zou je dan een rekenprogramma maken? Eigenlijk gewoon omdat het heel veel rekenwerk is. En waarom is het heel veel rekenwerk? Omdat tijdens een storm de waterstand verloopt. De golfhoogte is veelal afhankelijk van de waterstand voor de dijk. De golven die slaan niet op één punt in, maar die slaan eigenlijk in over een hele zone. Niet iedere klap is even zwaar. Niet iedere klap is even breed. En het kan ook zo zijn dat als je een bepaald punt beschouwt en de golfklap die komt daar een meter naast neer, dan levert die toch een bepaalde bijdrage aan de vermoeiing van het punt wat dus een meter verder ligt. Dat zijn allemaal zaken waar je rekening mee moet houden op het moment dat je hem toetst op vermoeiing zoals golfklap dat doet. Daarnaast is het ook niet meteen duidelijk welk punt van de bekleding nu eigenlijk maatgevend is. Hè. Een asfaltbekleding ligt over het algemeen die begint op pak een beetje 2 meter plus NAP en dat loopt dan door tot 5 meter plus NAP. Maar welk punt wordt nu het zwaarst belast? En zo zijn er misschien nog wel wat redenen te bedenken om dat toch maar in een computermodel te stoppen.
Dus in feite maken we het jullie allen makkelijk door met een programma te komen. Dit is nog even een voorbeeld van hoe het verloop van de minusom over het taluut kan zijn. Dit is een resultaat wat je uit golfklap kunt krijgen. Je ziet hier eigenlijk de minusom op de y-as staan en het verloop van de minusom over de hoogte. Zijn er vragen? Als er niet zijn, er is denk ik zometeen ook nog gelegenheid. Dat klopt. Tenzij jij een beter voorstel hebt. Oh, wacht, ik heb even een vraag voor mijn beeldvorming. Ja? Hoeveel golven slaan er neer gedurende een jaar op een keer? Want je had net een voorbeeld van 1000. Dat vind ik erg weinig, voor mijn gevoel. Ja, oh, dat is misschien wel goed om dat even toe te lichten. Ja. als je nu over een jaar... als je het over een jaar bekijkt, dan zijn de golven die de asfaltbekleding daadwerkelijk belasten, nihil. Een asfaltbekleding begint bij ongeveer, wat ik net al zei, ja, soms 1,5, soms 2,5, maar gemiddeld 2 meter plus NAP. Bij de meeste golven, die slaan in ongeveer 0,5 HS onder een stilwaterlijn. Dat betekent dus dat er een behoorlijke storm moet zijn, dat de waterstand behoorlijk hoog moet zijn, willen er daadwerkelijk golfklappen op je bekleding terechtkomen. En een storm die één keer in de 50 jaar voorkomt of zo, die levert eigenlijk nauwelijks een bijdrage aan de vermoeiing van het asfalt. En dat negeren we gewoon. Dus wat we doen is, we rekenen die ene storm die één keer in de 10.000 of één keer in de 4.000 jaar voorkomt, rekenen we door. Die storm heeft een periode van 35 of 45 uur. En dan gaan we na wat de minusom is tijdens die storm. En tijdens zo'n storm van 35, 45 uur, we doen het eigenlijk heel eenvoudig. We kijken wat de gemiddelde golfperiode is tijdens zo'n storm. We delen de totale stormduur door de golfperiode. En dat is het aantal golfbelastingen wat we in rekening brengen. En dan is het nog heel moeilijk te zeggen voor één punt hoeveel belastingen er nou daadwerkelijk zijn opgetreden. Maar er zijn wel wat mogelijkheden in golfklap om daar meer inzicht in te krijgen. En dat kunnen we zo meteen nog wel even zien. Ja, je bent eigenlijk helemaal vrij om een storm in te voeren zoals je dat zou wensen. Maar het is natuurlijk primair bedoeld om de maatgevende storm zoals die en het verloop van je stilwaterlijn ook. Zoals die in het voorschrift toets op veiligheid staat uitgewerkt, om dat als uitgangspunt te nemen.